basisplaats voor het eerst sinds begin mei voor Bas Dost. Toen nog als speler van FC Utrecht, vandaag als de spits van NEC. Hele belangrijke week voor NEC met volgende week zondag de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Een van de twee belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Maar ook vanavond is zeer belangrijk voor NEC na een start met slechts 4 punten in de eerste 5 wedstrijden. Hij maakt zijn debuut voor FC Utrecht, Matthijs Branderhorst. De keeper die jarenlang rondliep bij NEC tussen 2018 en 2023. Bijna 100 wedstrijden keepte in het eerste elftal. Jasper Sillissen geblesseerd geraakt. Dit is de aanleiding tot de blessure van Sillissen. Bij het wegtrappen van de bal schiet het erin in de rechter hamstring. En dus gaat Sillissen naar de kant. En komt Robin Roefs in de ploeg. En maakt hij, de keeper uit Heeswijk, zijn debuut voor NEC. Schiet hem erin. Heeft niet veel bedenktijd nodig, Proper, als de bal voor zijn voeten valt. En hij passeert zijn oud ploeggenoot. Hij passeert Matthijs Branderhorst. NEC komt op voorsprong na iets meer dan een half uur. Voor het eerst op achterstand als coach van FC Utrecht, Ron Jans. Voor alles is het eerste keer. Gaat Utrecht ermee op? Dat is belangrijker. Hier is de kans op 2-0. Ja, daar is hij al. Metzel maakt hem. En dan gaat het ineens erg snel. Een paar minuten na de goal van Proper komt NEC op 2-0. Het is niet helemaal zonder geluk natuurlijk dat de bal hier precies voor de voeten valt van Metzel. Maar het is wel weer raak. En Utrecht heeft een probleem in de Goffert. 10 minuten voor rust. Boussaïd verdedigd door González. Voorzet Boussaïd is een fractie te hoog voor Romani. Anders is het echt een kans. Helemaal niet zo'n verkeerde bal van Boussaïd. Roefs. Goed weer Dost. Koren op de molen van de spits. Zontje Hansen. Blessure bij Flamingo. Die gaat naar zijn oor. De aanval van NEC loopt door. Van Rooij. Dost inmiddels in de punt. Komt door Bosdogan. Blessure aan het hoofd. Zo zou je dat natuurlijk wel kunnen uitleggen. Dus legt Wichler de wedstrijd even stil. Dit is wat er gebeurt. Daar gaat de elleboog van Dost. Het is misschien niet een overtreding met de elleboog waarbij je direct aan een rode kaart moet denken. Al weet Dost natuurlijk wel donders goed wat hij doet. González. González. Bal gespeeld, denk ik, door Van der Marel. Geen overtreding, zo geeft Higler aan. Natuurlijk gaat de VAR dat nog even onder de loep nemen. Marel, die wel de bal speelt. Heel licht, maar hij raakt hem.
wind houdt, vindt dit een overduidelijke fout. Van Hichler vindt dat hij zijn mening moet herzien. En dat doet hij. Het wordt een strafschop voor NEC. Dost. Heel rustig. En 3-0. En vroeg in de tweede helft is het verschil 3 tussen NEC en FC Utrecht op deze zaterdagavond. Jensen, bij de eerste paal raakt de paal en dan in de rebound is de kans te moeilijk. Voor Romani. Prima actie van Seuntjens. Jensen via Sandler en daarna de rebound uiteindelijk dus niet besteed aan Romani. Wat kan Utrecht met deze hoekschop van Labiat? Vrije kopkans voor Lipberg. Boussaïd, nog maar een keer. Dan wordt het een voorzet. Lipberg gaat ervoor. Ik krijg hem net naast. NEC haalt opgelucht adem. Azarkan. Kopbal is goed van Lipberg. Redding. Roes. Utrecht heeft al de paal geraakt. Dit is Lipberg. Helemaal niet zo makkelijk. Maar hij krijgt die bal heel knap op doel. Azarkan. Vest, dat was zeker wel een bruikbare bal. Lipberg krijgt nu zijn kopbal tussen de palen. Lipberg. Schöne. Verdonk. En nog een redding noodzakelijk van Branderhorst. Op de uithaal van Baas. Goed voorbereid. Schot in de verre hoek. Laat gezien door Branderhorst. Dat maakt de redding eigenlijk alleen maar knapper. Azarkan. En hier nog een kopkans voor Lipberg. Goede redding weer van Roefs. Die maakt een prima indruk, de vervanger van Sillissen. Ramselaar. 3-3. Ramselaar. Lipberg. Die ook wel aardig invalt in de korte hoek. Weer Roefs, nog een keer Lipberg. Houdt zijn doel schoon. NEC wint, dik verdiend, met 3-0 van FC Utrecht. Beslissende moment in de tweede helft. De penalty uiteindelijk gegeven naar de ingreep van de videoscheidsrechter Lindhout. Dost was heel rustig vanaf 11 meter. En Ron Jans weet nu ook wat het is om te verliezen als coach van FC Utrecht.